Ik zit achter het orgel van de Sint-Eustache in Parijs. En het leek ons als opnameteam heel leuk om even wat te vertellen over de bijzonderheden van dit instrument. Gebouwd in 1989 door Jan van der Heuvel uit Dordrecht. Ik was toen 8 jaar, dus ik was nog een knulletje die toen net wist dat er in Parijs iets heel groots stond te gebeuren. En dan is het zeker bijzonder om dan 20 jaar later achter hetzelfde instrument te zitten voor een opname. Er zitten een aantal bijzondere kenmerken in dit orgel. De eerste is eigenlijk dat de klank naar boven toe sterker wordt, net als een symfonieorkest. En ook met zachte registers werkt dat heel goed. Als ik hier bijvoorbeeld op het hoofdwerk wat grondstemmen trek, 32 voet, 16 voet, 8 voet, sowieso al bijzonder dat je op het hoofdwerk een prestand 32 hebt. Die staat hier in het front, dat zijn de grootste pijpen. En als ik dan een melodie speel die omhoog gaat, gewoon met mijn handen, dan zul je horen dat die melodie naar boven toe steeds duidelijk erbovenuit blijft klinken, net zoals bij een orkest. Daarnaast heeft het orgel een heleboel bijzondere kleuren. Ik begin even met de zogenoemde aliquoten van het pedaal. Dat zijn voetmaten die afwijken van wat je normaal hoort. Als ik bijvoorbeeld een normale hoogte zou kiezen, een 8 voet of een 4 voet, en ik speel de melodie van het Wilhelmus daarmee, ook die motor herkent u dit waarschijnlijk als het Wilhelmus. En dan kan ik bijvoorbeeld een lage terts en een lage quint daarbij trekken. En die vallen precies tussen die twee tonen in. Dus dan krijg je eigenlijk, ondanks dat ik met 1 voet speel, hoor je een akkoord. En dan klinkt dat zo. Een beetje voor luie organisten. Dan hoef je maar met 1 voet te spelen en dan klinken er toch akkoorden. Nou, dat heb je in het pedaal vanuit de 32 voetsligging. En dat geeft een hele lage klank als ik dat samenspeel. Maar op het vierde klavier zit dat bijvoorbeeld ook. En dan zul je zeggen van nou, kun je daar ook bijvoorbeeld voor Franse barokmuziek wat mee? Jazeker. Als ik bijvoorbeeld eventjes hier op het rugwerk een cornet klaarzet en ik speel hier een 16-voets cornet, zoals eigenlijk ook bij de oude Fransen gevraagd wordt, dan klinkt dat ook heel goed. Dus eigenlijk kun je die registers 2 kanten op gebruiken in moderne stijlen, maar ook als Franse klassieke en dan klinkt het ongeveer zo. Daarnaast hebben we sinds kort op het celwerk naast de zwevende strijker, de voix céleste, ook een zwevende fluit. Die kom je in Amerika tegen bij Skinner. Nou, op de cd is die voor de eerste keer te horen. Dat klinkt heel poëtisch. Ik laat even alle strijkers naar elkaar horen. De undamaris op het rugwerk, het golven van de zee, betekent dat eigenlijk. De voix céleste, de hemelse stem op het recit. En even die zwevende fluit naar elkaar met wat gissertjes eronder. Nu kun je het orgel ook laten klinken als de strijkers van het orkest door eigenlijk al die kleuren bij elkaar te voegen. Dan krijg je een beetje dit idee. Even een beetje pedaal eronder.
hoor je eigenlijk de strijkers uit het orkest. Daarnaast hebben we vanaf het begin van de bouw van het orgel sostenuto functies. Dat betekent dat je een akkoord in kan drukken wat aangehouden wordt. En dat is eigenlijk voor improvisatie een heel handig ding. Het kan natuurlijk zoals met alle technieken, je kunt het ook misbruiken, maar dat proberen we natuurlijk niet te doen. En dan laat ik even horen hoe dat klinkt. Als ik op het derde klavier akkoorden indruk, dan worden die aangehouden door het sostenuto. En dan kan ik op een ander klavier andere dingen er doorheen spelen. Dan blijft hij dus gewoon doorklinken. Je merkt dat werkt heel goed. Je kunt in verschillende lagen allerlei dingen laten horen. Daarnaast hebben we ook nog een bijzondere fluit op het hoofdwerk. Een grosse fluit, die is tweesterk. Die staat ook hoger dan de andere van de pijpen. Waardoor je drie hele verschillende grote fluiten op dit orgel hebt. Op het solo een verhoogde druk. Op het vierde klavier heet die fluit majeur. En op het tweede klavier heet die grosse fluit. Dat is dus die tweesterke fluit. Ik laat ze even naar elkaar horen, dan kun je goed horen hoeveel verschil er tussen zit en hoe kleurrijk dat met elkaar te verbinden is. Wat ik wel leuk vind om te horen, laten horen is natuurlijk de chamades. Maar ik begin even met de kleine tonwerker, de Corba Z8. Die is nog gebouwd door Henry Willis. En die zit ik tegen de kromhoorn, die nieuw gemaakt is. Een hele fraaie tonwerker. En dan even op het vierde klavier een kortbekerig tonwerk. De laatste is een raket op het vijfde klavier, een heel kortbekerig snaderend dingetje. Dan hebben we nog een pedaalcoupure en dat betekent eigenlijk dat je het pedaal in tweeën splitst. Dus je kunt op de onderste helft van het pedaalklavier de bas spelen en dan kun je op de bovenste helft een melodie spelen vanaf C klein, terwijl de handen dus doorgaan. Dat is iets wat Pierre Cochereau in de Notre Dame al aan had laten leggen in de jaren 60. Maar het kwam eigenlijk bij Marcel Dupré vandaan, die het op zijn huisorgel al veel eerder had laten installeren, waardoor je dus meer mogelijkheden hebt om meer melodieën tegelijk te laten horen. Ik zal even laten horen hoe dat werkt met die pedaalcoupure. Even naar combinatie 1. Dan speel ik dus hier het Wilhelmus met de trompet. En
tussenstukje heb ik dan de ruimte om een bas te spelen. Nou, en dan hier in de handen ook nog iets. Bewijs geleverd dat mannen wel degelijk kunnen multitasken, want ik kan zelfs met mijn twee voeten twee verschillende partijen spelen. Dan hebben we nog twee crescendo's. Dat is heel handig om verschillende stappen te maken zonder dat je heel veel combinaties in hoeft te programmeren. Wil ik even als slot laten horen, dan hoor je een crescendo van zacht naar hard en dan hoor je hoe naadloos je eigenlijk van de zachtste registers tot het volle werk kunt gaan. En daarmee heb ik in ieder geval een aantal dingetjes van het orgel even laten horen. Oh ja, de tuba's wilde ik nog even laten horen op het vierde klavier. Dat zijn wat sterkere solotonwerken, maar ze zijn niet knoerhard. Als ik zet ze even naast het grand orgel, en dan merk je dat het vooral de kleur is die het hem doet. Op het vijfde klavier hebben we twee schematen bij elkaar, waarbij je de melodie naar boven toe eigenlijk ook een soort uitkomend kunt spelen, zoals ik net met die pedaalcoupure doe, maar dan op één klavier. Dus dat doe ik even alle tonwerken van alle klavieren naast elkaar. Op het derde klavier heb je trouwens nog een 32 voets tonwerk. Dat is uniek in de wereld. Volgens mij heb je weinig als waarop je een 32 voets tonwerk hebt. En dat geeft een hele donkere kleur die je ook heel goed kunt gebruiken in improvisatie. Dus ik laat even de tonwerkenbatterijen naar elkaar horen met die van het pedaal. Eerst even met de contratrombone, dat is een oud register. En daarna even met de contrabombarde. Die is toen de tijd geschonken door de firma omdat ze de contratrombone een beetje aan de voorzichtige kant vonden. Dus die contrabombarde geeft echt een flink geluid onder dat pedaal en dat heeft het ook wel nodig in deze ruimte. Dus even als tot de tongwerken en dan nog even een crescendo naar de toetie. En dan hoop ik dat jullie een beetje genoten hebben van deze virtuele tour van het orgel in de Sint-Eustache.